Ik wil toch even terugkomen op die enorme powerplay die we hebben uitgevoerd in Brussel met vier ministers. Vier ministers waarvan één een bakkerachtergrond heeft, één een facility manager is, één een onderwijzer is en één zijn opleiding economie aan de Erasmus Universiteit niet heeft afgemaakt. Niks ten nadele daarvan. Onderwijzer, prachtig beroep. Bakker, prachtig beroep. Studeren Erasmus Universiteit, prachtig. Facility manager, deze minister, achtergrond. Allemaal prachtig, maar geen enkele juridische kennis. Gewoon nul. Gewoon 0,0. Met 0,0 juridische kennis, ook niet over het Europees recht, gaan daar vier ministers naartoe. En dan hoor ik de minister zeggen van, nou, ze wisten echt niet wat ze overkwam daar, vier ministers. Ja, sorry hoor, maar echt, dan schiet ik wel een beetje in de lach. De minister. Alsof die mensen, die eurocommissarissen, echt denken van, nou, nu komt er wat aan, jongens. Nou staan we echt te trillen.